Hoi papa. Hoi man. Hoi. Hoi. Gaat-ie? Ja, goed. Bijna iedere dag belt Roan met zijn ouders. Gewoon om even te kletsen. Sinds 3 maanden zit hij bij zijn gastouders Winze en Ilkje. Goeie. Hij woont er samen met teamgenoot Janinho. Jullie nemen wat cornflakes of? Ja, ook cornflakes, ja. Als je een eitje wil bakken, kan dat dan ook altijd, hè? Ja, dat weet ik. Het zijn een stukje ouder, maar ja, ze zijn allebei in de 60. Alleen dan moet je even eerlijk verdelen, want er is nog 1 ei in de kelder. 1 ei? Ja. Heel lief en zorgzaam, dat is het enige wat ik kan zeggen, ja. Is er nog genoeg siroop? Wat zei je? Is er nog genoeg siroop? Ja. Ik ken ze maar 3 maanden natuurlijk, dus het is voor mij ook een beetje wennen. Uit huis gaan betekende een hele verandering voor Roan. Veel waar hij thuis aan gewend was, gaat bij zijn gastouders Winze en Ilkje een stukje anders. Goed, nou, ik ga weer even naar mijn kantoor. Ja. Ik moet weer even aan de slag. Je ouders die maken brood voor je of die scheppen op voor je. Maar hier moet je het allemaal zelfstandig doen en dan zijn ze wel streng in, ja. Ja. Maar hij past er niet meer in. Ja, wel. Zet je maar een beetje scheef of zo, ja, dat kan ook wel. Het avontuur van Roan begon eind vorig jaar. Scouts van voetbalclub Heerenveen zagen hem spelen en nodigden hem uit voor de jeugdopleiding. Omdat reizen te lang zou duren, brachten ze hem in contact met een gastgezin. Zo belandde Roan in een dorp midden in Friesland. Verhuizen betekende voor Roan dat hij veel moest achterlaten. Zijn familie, zijn vrienden, hij ziet ze tegenwoordig hooguit in het weekend. Heel moeilijk voor mij. Je kent niemand en je loopt rond en zoekend en je weet niet wat je moet doen. Maar ik heb hard voor gewerkt al die jaren. En ik dacht van ik ga nu wel mijn kans pakken. Daar ga je! Zeker 5 dagen in de week staat Roan op het voetbalveld. Zoveel trainen is niet nieuw. Maar de rest van zijn leven ziet er wel totaal anders uit. Nu is het voor mij alleen maar school, voetbal, huiswerk, dat is alles. Ik kan niet gaan afspreken of zo, daar heb ik geen tijd voor. Het is echt focus op school en voetbal, hier. Hoeveel goals heb jij in totaal gemaakt? 1 of 2. Eentje, over 10 keer. Ik heb wel momenten gehad van, dacht ik van, ik stop. Ja, dat heb ik wel gehad, ja, een paar momenten. Maar toen heb ik goed met mijn vader en moeder gepraat. En gezegd van, dit hoort bij het proces. Dit moet je afgaan en er gewoon doorheen zetten. En ja, dat gaat nu wel beter. Zo, klaar met training? Ja. Ja? Ja. En de was in de wasmand in de hal? Ja. Ja, oké, prima. We gaan vanavond pilaf eten. Pilaf? Weten jullie wel wat dat is? Nee. Heel anders, ja. Maar je doet het ergens voor natuurlijk. En je moet er 100% voor gaan en dat ga ik ook. Wel tijd in bed, goed slapen en morgen knallen. Ja. Hè? Ja. Goed zo. Oké, man. Doei. Groetjes. Love you. Bye. Love you. Doei.